Beste kijkers van Omroep Land van Kuik. Onze sociëteit is een gezelligheidsvereniging voor boksmeerenaren met als enig doel de mogelijkheid wekelijks op dinsdagavond in ontspannen sfeer andere boksmeerenaren te kunnen ontmoeten hier in Hotel Restaurant Ries. Een paar keer per jaar hebben we een avondvullend programma met een presentatie, muziek of wat dan ook. En één keer per maand stapt een lid van de sociëteit op onze zeepkist om iets te vertellen over zijn of haar werk. Vanavond is de zeepkist bezet door ons lid Sjaak van der Linde, die gaat vertellen over het hobbycentrum Boksmeer. Ik wou eigenlijk eens een keer laten horen hoe het gezellig is daar en hoe fijn dat ik het daar vind. Misschien kennen jullie het hobbycentrum wel of niet, maar het is in ieder geval een hele leuke, gezellige bijeenkomst die je daar kunt organiseren. Elke laatste zaterdag van de maand is de mogelijkheid om een kleine huishoudelijke apparatuur te laten repareren. En dat doen we dan ook best wel gunstig, heel royaal. Want je hoeft eigenlijk niks aan arbeid te betalen, alleen misschien een reparatiekosten, maar verder is niks. Je kunt er binnenlopen, bevalt het niet, dan doe je het niet meer. Bevalt het wel, dan ja, blijf je gewoon hangen. En we zijn van huis. We zijn nog met z'n tweeën, dus mijn vrouw die is soms blij dat we vluchten. En zo blijven we hier bezig. Er zijn altijd mensen hier, altijd met de koffie een verhaaltje vertellen. En dat maakt het gewoon leuk. Wij met ons groepje hebben heel vaak, wat we aan het doen zijn, ook zijn kennis die hij heeft. De onderlinge verstandhouding is gewoon fantastisch. En zo hebben we op dit moment met z'n drieën dus veel kennis in huis. En daar maken we gebruik van, niet? Nou, wat ik zo leuk vind hier is dat iedereen elkaar helpt. Ik bedoel, je komt hier, dan wil je eigenlijk van alles gaan doen. En dan ben je 5 minuten bezig en dan komt er iemand van een andere afdeling. Ja, en die heeft een beeldje gemaakt en die wil er een sokkeltje onder hebben. Van god, zou je daar niet iets voor kunnen bedenken? Nou, dan wordt eerst dat sokkeltje gemaakt. Zo helpt elkaar iedereen. Ja, hier kan ik mijn platgezet, mijn ei kwiet. Ik voel me er als een vis in het water, moet ik zeggen. Dat was ook een van de redenen waarom ik zelf ongeveer 2 jaar terug lid geworden ben. Het was vrij laagdrempelig. Je kunt er binnenlopen, bevalt het niet, dan doe je het niet meer. Bevalt het wel, dan blijf je gewoon hangen. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.